We zijn sowieso allemaal Rotterdammers en dat is een heel mooi hokje om in geplaatst te worden. Welke is nou de hipster? Ik denk dat meneer links, hij is de hipster. Ik denk dat het net andersom is. Kan dat kloppen? Ja, zo zie ik het dan, hè? Hipster Muslim is een expositie wat eigenlijk op een speelse manier stereotypering aan de kaak wil stellen. Het presenteert de kijker twee beelden waarbij je niet weet welke wie is. Wie de hipster representeert en wie de moslim. En op zo'n manier willen we eigenlijk mensen wijzen, als er maar één seconde op, dat je dus bepaalde vooroordelen hebt als je iemand ziet. Hier achter mij een van de duo's. Eén is Jero, andere Curtis. Zij vormen het middelste duo hier. Beide Surinaamse roots. Eén representeert de moslim, de ander de hipster. En aan jullie wie is. Ik gok bij deze, de hipster met de volle baard. Hier die... aan de zijkant een denim staat, zeg maar. Gok ik de hipster. Ik ben in dit geval de hipster. Heel leuk om te zeggen. Ik zie er misschien niet 1, 2, 3 als hipster uit. Door de baard word je vaak toch wel geassocieerd of als hipster of als moslim. Ik ben natuurlijk een Surinamer, een Nederlander, creatief student. Dus eigenlijk zijn er verschillende hokjes waar ik in pas. Ik heb het wel eens meegemaakt dat ik word gezien als moslim. In de media zie je natuurlijk islamieten worden als negatief neergezet. Maar in de praktijk blijkt dat totaal niet waar te zijn. Zoals ook te zien is, samen met mijn duo, we zijn twee jongens uit Rotterdam-West, totaal verschillend. Maar uiteindelijk staan we toch samen als broeders op één afbeelding. Hier de gast met het sikje, hipster. Ik vind je ook best wel, als ik zou zeggen, een beetje hipster ben je wel. Wat denk je wat het punt is van deze expositie? Dat er niet heel veel verschillen zijn. Dat ze net allebei kunnen zijn, zeg maar. Het idee is ontstaan bij de baard. Het viel mij op dat de hipsters en moslims dezelfde soort baard hadden. De hipsters die een baard hebben, krijgen ook vaak commentaar of ze inderdaad of grapjes over terrorisme als ze een bepaalde kleur hebben. De een is moslim en de ander is hipster. En dat zie je op de foto. Nou ja, je ziet het niet echt, maar ik ben moslim. En ik denk dat het belangrijk is om te laten zien dat we eigenlijk niet zoveel van elkaar verschillen. Vertel eens wat over je baard. Je had daar commentaar over. Iets over dat ik geen baard kon groeien, maar... Is dat zo? Er komt heel weinig uit, maar ik ben er blij mee. So both Muslims and hipsters have this problem that people have many opinions about them. I guess in some context some are well perceived than others, but yeah, it just makes you think how we... make assumptions about how people are. Zo kijk ik niet naar mensen. Rotterdammers is gewoon een mengelmoes van mensen. En of je nou een hipster of een moslim bent, het interesseert me niet.